ALS, PSMA en PLS die zijn eigenlijk familie van elkaar. En die drie aandoeningen lijken sprekend op elkaar. En er zijn ook heel veel symptomen die ze alle drie hebben. Maar er is wel een verschil. Als je kijkt naar ALS, dan kunnen mensen zowel zwakte hebben van de armen en benen, maar bijvoorbeeld ook longfunctieproblemen hebben, moeite met spreken. Als je kijkt naar PLS, dat is dus het zusje van ALS, staat voor primaire laterale sclerose. En bij die aandoening, die gaat veel langzamer achteruit meestal. En staan vaak de problemen met spreken heel erg op de voorgrond. Maar deze mensen krijgen geen longfunctieproblemen. Dus de levensverwachting is anders. Mensen met PSMA, die hebben geen problemen met spreken en slikken en die problemen rond de keel-mondholte, maar hebben wel longfunctieproblemen. En die wordt gezien als een beetje de tragere variant van ALS. PSMA is wel, je kunt een snelle PSMA hebben en een langzame ALS, dus er is echt overlap. Maar grofweg is dat de indeling tussen die drie ziektes die heel erg op elkaar lijken. Dat is net even wat anders, maar dat verklaart wel waarom ik bijvoorbeeld nog heel goed kan praten. Terwijl heel veel ALS'ers ook heel snel bulbaire klachten krijgen. En, waardoor de spraak en het slikken en dergelijke is aangedaan. Sowieso is het bij iedereen het verloop uniek. Maar bij PSMA is er echt een bepaalde groep zenuwen wel aangedaan en een bepaalde groep niet. Overigens, bij 80% van de PSMA-patiënten ontwikkelt het door naar ALS. Er is zeker overeenkomst. Maar wat weer gewoon uiteindelijk zo is, is dat elk individu is zo verschillend. En ik zeg niet dat een PLS-patiënt het nou veel makkelijker heeft dan een ALS-patiënt. En dat de impact ook niet hartstikke groot kan zijn. Dus daarom moet je gewoon altijd kijken naar hoe het gaat bij deze patiënt. Als de levensverwachting veel gunstiger is, dus dat het veel langer duurt, dat is heel belangrijk voor een kind. Want dan groei je op, wetende dat je een ouder hebt met een handicap, maar dan, dat is een ander idee in je achterhoofd. Zeker bij PLS zie je dat heel erg veel. Die mensen kunnen heel fors aangedaan zijn. Die kunnen wel forse klachten hebben rond bulbaire problemen, dus rond het spreken en slikken en ook een maagzonde hebben bijvoorbeeld. Dat maakt het niet dat je in het dagelijks leven, ze hoeft het niet per se veel lichter te zijn. Want die mensen kunnen bijvoorbeeld vaak nauwelijks praten. En dat is natuurlijk in je communicatie verschrikkelijk. Als jouw ouder bijvoorbeeld niet ALS heeft, maar PSMA of PLS, nou, die afkortingen die kun je lezen, maar dat zijn dus als het ware twee zusjes van ALS, dan is het wel goed om misschien eens apart te praten met de revalidatiearts of met de neuroloog of dat is de vraag aan je ouder of zij die vraag stellen. Wat nou het verschil is en wat nou de impact is, wat het nou betekent voor jou dat zij die diagnose hebben en niet ALS. Ik denk dat dat heel verstandig is om te doen. Ja. Ook omdat de omgeving overigens dat ook onbedoeld verstandig daarop gaat googlen en daar van alles over gaat vinden en zeggen.